Gas op die lolly en we gaan. Gas op die lolly en we gaan. Ja, ik weet niet hoe dat liedje gaat. Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. En vandaag starten wij hier op Aldus Games. Het is eindelijk tijd. Het is tijd voor de nieuwe, het nieuwe spel genaamd Uncharted 4. A Thief's End. Oh my damn. Als je de Uncharted 3 serie van mij hebt gevolgd, dan is dit het vervolg erop. En als je die niet hebt gevolgd, het maakt dan niet uit. Want dit is een hele compleet nieuw game. En dat maakt niks uit. En het is een hele compleet nieuw game. Dus misschien ken je er nog helemaal niet. En misschien wil je die met mij samen kijken. Dus ik nodig je hierbij uit. Zo van, ja, pak wat drinken. Pak een lekkere geurkaars. En dan gaan wij lekker Uncharted 4 spelen. Als je er nou heel veel zin in hebt in deze serie, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je nog geen abonnee bent van Aldus Games, druk dan eventjes op de abonneerknop hier beneden, op de rode abonneerknop. En dan ben je altijd up-to-date met onze nieuwste video's. En dan kan je ook bijvoorbeeld deel 2 na deze video kan je dan ook bekijken. Dus je abonnementen. Jongens, we gaan lekker beginnen. Nieuw spel. Ik heb er zin in. Ik zet hem even op makkelijk, want we moeten even inkomen. Daarna zet hem op normaal. Weet je, ik ben iemand die daar niet goed in is. Automatisch richten. Dat zetten we ook nog even aan. Weet je, we gaan alle reuten met teuten gewoon even aanhouden. Want ik ben er niet goed in. Maar we gaan er gewoon wat leuks van maken. Jongens, ik moet even nieuwe spelgegevens doen. Bezig met het opslaan. Ik heb er zin in. Oh mijn god. Jongens, ik heb een kaars aan en hij is bijna op. Maar dat maakt niks uit. Ik heb er nog een aan. Nee, nou eigenlijk niet. Maar die kan ook nog aan. Ik weet niet waarom ik dat vertel. Maar oh mijn god. Oh mijn god. De munt is weer terug. Ik weet niet of jullie ooit het laatste schermpje hebben gezien van Uncharted 3. Maar dat was ook een muntje. Rechts onderin. En het muntje is back. Back again. She is back. Tell your friends dat het muntje terug is. Oh yeah. Jongens, ik denk dat jullie wel zien hoe blij ik ben dat ik het spel heb. Bedankt allemaal. Bedankt PlayStation voor het verzenden van het spel. En want ik heb er zoveel zin in. En hopelijk hebben jullie ook veel zin in. En hier gaan we beginnen. Ik ben een man van fortuin. Daarom zoek ik mijn fortuin. Henry Avery, 1694. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Ah! Ik heb er zoveel zin in. Oh, krijg nou de ballen. Oh, jeetje. Oh, ik heb hier zoveel zin in. We moesten hier zo lang op wachten. Oh my god. De kwaliteit van dit spel. Oh, oh, oh. Nee, dreed! Oh mijn god, we zijn op de zee. Jantje. Nijten. Oh nee, wie haalt ons in? Holle neet. Oh mijn god, wat is dit HD, jongens. R2. Ik moet gas geven op die plank, jongens. Gas op die lolly en we gaan. Gas op die lolly en we gaan. Ja, ik weet niet hoe dat liedje gaat. Camera resetten. Oh, oké. Okay, dan weet ik dat ook weer. Oké, okay, nou, dat is fijn. Oh, ik ga ze rammen, hoor. Ik ga ze rammen. Ik ga die kleine eens even rammen. Hoppakee. Zo, weg ermee. Haha. Oh, jeetje. We moeten nog aan de klotentoren zoeken, jongens. Hé, hey, ga eens weg. Hij ging tegen mij aan, maar toen blaasde hij zichzelf op. Oké, doei. Oké, hup. Oké, oh, jij bent gezellig. Dag. Een rondje van de zaak. Haha. Hij maakt een rondje in de lucht, dus daarom een rondje van de zaak. Oh, mijn hemel. Oké, komen nog meer van die verlepte rare boten? Ik weet. Aan de kant, jeetje, daar ze vliegen hoor, die lijken. Man. Ik ben de queen, jongens. Laat mij erdoor. Oh, mijn god. Jeetje, jongens, wat een actie. Hier krijgen we een klotsende oksels van. Oké, ik moet naar het eiland. Oké, kijk uit voor de mijnen dat ze niet voor je komen. Nou, ze komen lekker voor me. Oh nee. Hoorde dat? Houd X ingedrukt om omhoog te gaan. Oh jongens, we gaan zwemmen. Ik haat dat in dit spel. Maar we houden het nog vol. Oh, dit hoort dus in het spel. Oh, duiken jongens. Oh, kijk nou. Oh, propeller. Zo, bijna een propeller in je broek. Potverdrie. Oké, snel naar boven. Zo, oké. Oké, daar is hij. Daar is hij, jongens. Hup. Gaat wel. Zo. Oh, nee. Ik kan hem repareren. Hef de dekking.
Oké. Bam! Bam, jongens! Oké, ik heb nu richting aan. Nou, dat is lekker. Jeetje, wat is dat fijn. Oh, oké. Oh, ik moet dekking zoeken. Oh, god, jongens. Het is weer zover, hoor. Ze gaan weer lekker schieten met die ballen. Oh my god. Zo, jeetje, jongens. Oh, maar dit spel is zo HD. Kut voor je, zegt hij ook echt. Oh mijn god. Oké, komen er nog meer mensen? Die denken ook, we gaan even langskomen. Nou, ik denk het niet, girl. Ik denk het niet. Jij op de vloer. Zo. Oh mijn hemel. Jij. Ga ze heel snel in het water. 1, 2, kom maar, jongens. Ja, jij. Het is jouw beurt om dood te gaan. Het is gelukt, jongens. Oké, zitten. Hup, we gaan rijden. Rijden in een wagentje. En als ik al niet varen kan, dan draag ik je. Oh jongens, de liedjes beginnen al. Oh jongens, een rots. Een klote rots. Oh mijn damn. Oké, jongens, ik heb letterlijk geen idee waarom we hier aan het varen zijn. We hebben er echt zin in. Hou je goed vast, ja echt zo. Man. Er zijn hier zoveel rotsen, jongens. We gaan er gewoon een beetje doorheen. Alsof we gewoon lekker aan het, aan het varen zijn. Rechts van me. Oh! Oh, de ballen. Zo. Nou, niet de ballen, maar een grote boot in je. Oh, een non praat tegen ons. Oh, toen we klein waren. Nathan. Wij zaten bij de nonnen. Wat moeten we toch met jou aan? Je zult wel moe zijn van steeds weer dezelfde preek. Dat ben ik ook. En nu moet je weer het hele weekend bij mij blijven, terwijl de anderen lekker vrij hebben. Oh ja, wrijf het er nog lekker in. Ja, en dat is nou precies het probleem. Waarom ben ik de enige die straf krijgt? Omdat jij begon met vechten. Omdat jij het bent. Hij gaat mijn boek niet terug. Die boeken moet je ook in je kamer laten. Het is gewoon je eigen schuld. Dat geeft hem niet het recht om het te jatten. En dat geeft jou dan zeker wel het recht om hem te slaan? Slaan doen we niet, hè, Nate? Nou, het ging niet alleen om het boek. Oh, wat dan nog meer? Oh nee, hij gaat huilen. Oh nee, ik zie het aan zijn ogen. Hij gaat huilen. Niks. Vertel het wel bij de biecht. Oké. Maakt niet uit wat ik zeg. Maar je lijkt steeds weer voor hetzelfde verkeerde pad te kiezen als je broer. Zo zonde. My brother, who is my brother? Is dat Sam? Waar we net mee waren met Sam? I don't know. Maar dit heeft misschien iets te maken met waarom we nu aan het vluchten zijn in die boot. Dat we iets hebben gestolen of iets dergelijks. En dat ze nu achter ons aankomen. Zo van, girl, het is van ons. Blijf met je poot vanaf. Zie je, het is Sam. Oh, nu gaan we... Oh, jongens, nu spelen we even in het verleden. Als kleine Nate reed. Ja. Nu mogen we naar buiten. Avond 1. Het avontuur longt. Oh, kijk, die letters gaan. The Lore of Adventure. Oh my god. Jongens, mag ik even een ode aan dit spel? Want dit spel... En een Romein. Ik ga jullie even laten zien. Dit spel is zo ontzettend mooi... Jongens, ik wil jullie even laten zien. Het is zo HD dat ik geen eens mijn bril over hoef te doen. Omdat het zo al HD is. Weet je, soms als je een bril draagt elke dag, dan snap je het misschien wel. Als je je bril afdoet, dan lijkt het net of je geen HD ziet, weet je wel. Je ziet geen HD. Dus zo zeg ik het altijd in ieder geval. En maar nu jongens dit. Oh, wat HD is dit. Heerlijk. Oké, zo. Jongens, we lopen lekker op de daken. Dat doet Sinterklaas ook altijd. Hoe gaat het liedje ook alweer? Oké, kalm en rustig. Oh, waar zijn we nou? Oh, jeetje. Zo. Waar zijn we binnen? Oh my god. Oké, ik ga... Nou, jongens, ik zeg het nu alvast tegen jullie. Is het niet uw taak om zulke jongens te helpen? En moet ik dan de andere het jongens is zo die mooi aan mij zijn toevertrouwd verwaarlozen? Zal ik ze doodschieten? Ik heb geen wapen bij. U weet hoe ik erover denk. Ik wil hem nog een kans geven.
Oh, de priester wil mij nog een kans geven. U kunt het niet blijven uitstellen. Luister. Ik zal morgen met hem praten. Oké? Welterusten, eerwaarde. Welterusten, eerwaarde. Oh, het was zuster Catherine. Catherine. We noemen haar Catherine. Oh nee. Dadelijk ziet ze me zitten, hoor. Dadelijk denken ze van, nee, de reet. Wat doe je hier met je reet? Oké, waar moet ik heen? Ik moet daarheen. Dat ze dat niet hoort. Ik zal echt de ballen schrikken. Oké, ik ga hierin. Oh mijn god, dat hoor je toch? Ik moet naar het raam. Ik moet naar het raam. Nou, dan gaan we naar het raam, girl. Dat die vrouw dat niet hoort. Ga eens weg, zuster. Jeetje. Die naar voren en dan dit. Hoe moet dat? Ik snap er niks van. Ik doe dat ding naar voren. De linker ding. En dan naar voren, maar het werkt niet. Huh? Oh, zo. Oké. Als het veilig is, doe dat weer. Oh, oké. Met die joystick ding kunnen we dus... dan tonen we aan met een soort licht... waar we heen kunnen gaan. Ah! Girl! Nathan. Nee, nu moet opnieuw. Ik ga je spijt van krijgen. Oh nee, girl. Ik ga jou wat laten zien. Ik ga jou laten zien dat ik dit gewoon kan, girl. Als het veilig is. Oh, zit er een beetje... Wat dit... Wat... Oh, ze heeft stiekem peuken in de plant zitten. Oh nee. Oké, nee, nu moeten we nog niet gaan, want dan kijkt ze opeens om. Dat hadden we net ook. Kijk, dat bedoel ik. Maar ze zit gewoon weer te kijken, hè. Zit gewoon te luren of er iemand is. Met de peuk. Oh, die vieze sigaretten. Ja, die mag ze ook weggooien. Eigenlijk moet ik nu gaan. Maar daar heb ik toch veel te weinig tijd voor. Hoe lang ga jij die peuk opsteken, mevrouwtje? Kijk, nu moet ik gaan. Maar daar is echt geen tijd voor. Daar is echt geen tijd voor. Woehoe, I did it. I did it, boys. Sister Catherine? Oh, verdorie. Rennen, meid. Je peuk weggooien. Sister Catherine, ik ben mijn sleutels weer vergeten. Wilt u de poort voor me openen? Ik kom eraan, eerwaarde. Oh my god. Oké, nou meid. Bedankt, meneer. Ik ga nu naar buiten. Zo, hoppa. Druk op, rondje om je te laten vallen. Dag. Oké, nou, Sam die roept me. Dus ik moet daarheen. Nou, potverdrie, hoe kom ik daar nou weer heen? Jongens, ik zit vast. Oh, ik zit niet vast. Oké, ik ben er. Echt, jongens, als je niet Uncharted 3 hebt gekeken. Ik zeg het nu alvast, Nate, dat is de personage waar we mee spelen. Die is echt een aap. Jongens, dat wil je niet weten. Hij kan overal springen en hij haalt alles. Je snapt het niet. Het is echt heel gek hoe hij alles kan. Echt waar. Dan denk je van, hoe kan dat nou allemaal? Maar blijkbaar kan het allemaal. Dus, want het is Nate Raid. Hij kan alles. Oké. Zo, hoe ver moet ik gaan? Oh, mijn hemel. Oh, snel. Hup. Ja, hup, oké. Zo, oké, we zijn er. Wie is dat? Oké, wat was dat? Hello? It's me? Wat is dit? Is dit een prank? Oeh, je weet toch dat je altijd moet opletten? Ja, nou, ik zocht jou ook, Sam. Het is goed je weer te zien, broertje. Wat is dat? Een gram. Alweer? Het is niks. Je had beloofd om niet in de problemen te komen. Maar hij zei nare dingen over ons. Dus? Hij zei dat... Pap ons hier dumpt omdat we niks waard zijn. En dat mam in de hel is omdat... Nathan, kom op. Dat zeggen ze gewoon om je uit de tent te lokken. Oké? Uit de tent. Je moet er gewoon scheid aan hebben. Gewoon scheid. Ik heb een dikke rol. Ik zou vooral niet doen wat ik zou doen. Hier. Niet ziek worden, broertje. Oh, wat schattig, jongens. Hé, hey, dat shirt heb ik ook. Oh, nee. Je eigenlijk doen, dat shirt heb ik niet. Als de nonnen je zien, bellen ze de politie. Nou, ik heb iets voor je. En dat kan niet wachten tot kerst. Tot kerst? Kerstmis. Dus daar buiten. Het vlees snijden op. Ik mocht niet in een probleem komen. Nou, dit is een uitzondering. Mm-hmm. Oh, nou, oké.
Ik hoor net dat het een uitzondering is. We gaan hier lekker naar boven. Mooie sprong. Ja, maar dat kan ik ook. Kom op, hier, geef me je hand. Waarom kan hij het wel en ik niet? Hij is nog een erger apelsneedreed. Krijg je wel genoeg te eten hier? Krijg je wel genoeg te eten hier? Is het rustig hier? Waar is iedereen? In zijn bed. Onder Bijbelkamp. Bijbelkamp? Oh jeetje. Ik vind het wel leuk, jongens. We zijn een kleine neet. Ik vind het wel schattig. Dat hadden we in de vorige spel ook bij het begin. Hij is de enige die deugt hier. Je moet hem eens opzoeken. Nee, dan voel ik me alleen maar schuldig. Kijk nou, ik zei het toch, we zijn echt apen. Je ziet alleen maar. Maar wat zitten we nou hier te hangen? Ik wil gewoon naar boven, ja zo. Deze kant op. Oké, woehoe. Oh, oh mijn hemel. Dat was makkelijk. Hé, hey, niet zo snel juichen, hè. Dadelijk val je en dan is het huilen. Potverdrie. Ik vind het wel leuk dit, jongens. Lekker klauteren, lekker klimmen. Helemaal in mijn straatje. Je had hem niet vastgezet. Nou, ik... Jawel. Nou ja, ik dacht van wel. Uh-oh. Maakt ook niet uit. We gaan gewoon bovenlangs. Bovenlangs? Volg mij maar gewoon. Heb ik ook zo'n ding? Let op, wow. Oké. En nu? Zo. Gaan we bovenlangs. Gaaf hoor, leuk. Leuk dat jij dat kan. Een paar keer. Nou, ik klim wel gewoon. Ik ben een aap hier. Hier, kom op. Nu jij. Oké, nu ik. Moet ik gewoon lopen. L1 ingedrukt houden. Oké, dat is wel makkelijk. En als ik het loslaat, dan hang ik eventjes. Oké, gezellig. Oké. Dat was best makkelijk. Maar nu... Ja, hoe kom ik er nu weer af? Hallo? Hey! Oh, ik moet hierheen. Haha, ik kon hem niet vinden. En wat doe jij zoal? Ja, een beetje werken. Ben je nog steeds met dat meisje? Wie? Crystal. Soms wel, soms niet. Oh, nou, lekker. Heb je een relatie, dan is het zo van, ja... Nou, soms heb ik het wel, maar soms heb ik het weer niet. Nou, lekker duidelijk. Oké. Zo. Nou, jongens. We zijn echt heel ver. Oh, god, jongens. Niet over nadenken. Gewoon doen. Oké. Oké, komt ie, jongens. 3, 2, 1. Kruidnootjes! We doen het voor de kruidnootjes. Ik weet niet, dat kwam het eerst om in me op. Dus ja, je weet dat ik een beetje gek ben, dus. Stelt niks voor. Hallo, zeg ik. Als ik het deed, in het echte, jongens. Dan zou ik echt in mijn broek zeiken als ik spring. Dat is echt niet goed. Dan zitten de vlekken meteen in mijn broek. Ja, zeker weten. Zo, oh jeetje. Kom eraan. Het is zo gevaarlijk dit. Man. Oeh, wat is dit voor een cool iets. Ding naar beneden en dan gewoon zo. Ja, oké. Ik vind het wel fijn, want we krijgen nu ook een beetje uitleg hoe we het spel moeten spelen. Dus dan weten we dat ook een beetje. Voordat we dadelijk weer vastzitten. Zoals in Uncharted 3. Rustig aan. Ik loop hartstikke snel. Oké, zo. Hoppa. Oh. Ik denk het wel. Waar moeten we heen? Oh, we gaan even klimmen, jongens. We gaan even klauteren. Tarzan, ik ben een aap. Oh, ik sprong eventjes. Oké, ga je gang. Oh, kijk nou. Oh, ik deed het goed. Denk ik. Deed ik het goed? Pak het touw. Of wat doet u dat goed? Ik heb hem ook heen. Hoe denk ik hierheen? Ja. Ja, weet ik veel. Ik kan overal heen springen. Oh. Nu ga ik denk fout. Waar moeten we heen? Sammetje? Ik heb geen idee waar ik heen moet. Moet ik hierheen? Deze kant op? Ja. Oké, en nu? Oh, we moeten gewoon naar boven. Oh, jongens. Ik had kapot hout vast. Dat is nog eens een uitzicht, hè? Ja. Oh jeetje, het is wel heel gaaf hier. Oh! Nee! Oh nee, de ballen! Nou, ik zat gewoon even tussen de bosjes. Ik was een bosjesman even. Potverdrie, ik sprong een beetje verkeerd. Ben je hier wel eens eerder geweest? Bedoel je specifiek op dit dak? Nee. Oh mijn god, kijk even hoe hoog we zitten. Ik voel me net...
Oké, ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien, maar er zijn van die YouTube-filmpjes waar mensen dan op hele hoge gebouwen gaan zitten. Of nou ja, gaan hangen aan, er ook aan dat hoge gebouw. En dan gaan ze dat filmen. En kijk wat ik doe. En dat is zo eng. En dat is... Zo voel ik me nu. Ik voel me net nu zo'n kind. Het zijn van die mensen die zijn helemaal gek geworden. Oké, je kunt het. Je kunt het? Nou, ik laat me gewoon vallen. Zo, ben je gebroken. Oh! Jeetje, dat was gevaarlijk, jongens. Dat was gevaarlijk. Doe je handen in de lucht. Kom op, kom op. Het is me gelukt. Nou, meid. Helemaal leuk. Zijn we er nou bijna? Want, nu is er nog niet heel veel soep, hoor. Oké, volg me. Ik heb soep. Oké, waar motten we heen? Motten we naar beneden? We gaan weer helemaal heen. Ik moet... Weet je wat? Waarom probeer jij het niet eens een keer? Bitch! Ik kan alles. Ik ben Nate Raid. Ja, echt. Ik kom achter je aan. Moet ik gaan... Oh my god, dat is zo ver. Jantje. Oh ja, Nathan. Oké, moet ik nu gewoon gaan lopen? Oké. Daar gaat hij. Woehoe! Oh, dat was heel erg makkelijk. Dat was zo makkelijk. Dat was echt leuk. Oh, hij is er ook al. Jeetje, wat gaat dat snel. Nou, jongen. Leg mij eens even uit waar we heen motten. Laat het eens zien. Doe dan, doe dan. Na jou. Na jou? Ik vraag aan jou waar ik heen mot. Oh, moet ik gewoon de ladder pakken? Ja, wat denkt hij? Zo. Woe. Naar beneden. Oh my god. Zo, jongens, we zijn er. Eindelijk. Makkie, toch? En dan worden we nu aangehouden. Oké. Kijk, hier is. Huh? Wow, je hebt de 250? 250? Jeetje. Wat doe jij nou, man? Nee, dit is de 500cc Twin. Echt waar? Ja, die heb ik ook in mijn tuin. Waar heb je hem gehad? Wow. Dat is niet aardig. Maar want geloof het of niet, ik heb mijn leven gebeterd. Gekocht met zuurverdiende centjes. Hier, kom op. Goed zo. Ga zitten. Dat is de bedoeling, hè? Wat? Dit soort dingen doe je altijd alleen maar als je iets goed te maken hebt. Oh. Jij bent slimmer dan goed voor je is, weet je dat? Oké. Ik heb een klusje. Betaalt goed. Echt heel goed, maar... Ik moet er wel even de stad vooruit. Oh, wat dan? En wat is effen? Effen? Een jaar. Echt maximaal. Dus eigenlijk ben ik alweer terug voordat je het weet, oké? Je laat me in de steek? Ah, kom op. Girl! Dramatisch. Alsof het nog niet erg genoeg was dat je me daar achter liet. Hoe kun je me dit aandoen, Sam? Hé, ik doe dit voor jou, ja? Ik verdien genoeg voor ons allebei. En dan over een paar wat, jaar als je daar... Wat, een paar jaar? Ik wil met je mee. Ik kan amper voor mezelf zorgen, man. Ik hoop mee. Ik weet dat je het daar vreselijk vindt. Ik heb geen idee. Ja, maar er is nu even geen andere oplossing. Oké? Oh. Echt waar. Vertrouw me nou maar. Het is niet eerlijk. Nee. Alsof ons leven ooit eerlijk is geweest. Maar het kwam altijd goed. Toch? Tuurlijk. Nou, als ik wel dan ook een spijkerjasje mag houden. Weet je, die motor was niet de enige verrassing. Nu kan ik de volgende ook wel verklappen, denk ik. Wat dan? Ik heb een huis. Ik heb de spullen van ma gevonden. Oh. Alles wat pa heeft verkocht, ik heb de koper opgespoord. Als je dit alleen maar zegt om me op te vrolijken... Nee, echt niet. Waar dan? Andere kant van de stad. Hé, wat denk je? Zullen we het ophalen? No! Je bedoelt stelen? Nee, het is toch geen stelen? Het is gewoon van ons, toch? De politie denkt daar vast heel anders over. Nou, dan moeten we ons niet laten pakken. Nou, we gaan gewoon achterop. We hebben geen keus. Ben je er klaar voor? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, kijk nou. En toen zaten we in de gevangenis. Zie je? Zie je? We zitten nu in de gevangenis. Oh my god. Ja. Hola, amigo. Ja. Je moet toch echt wat beter je best doen, vriend. Acabemos con esto. Mag ik hem nu in elkaar gaan slaan, hoor? Ja, ja. Ajo. Ai. Zo. Allee. Este gringo
En pak ook het bente, ora ora bonno aan bente zette. Waarom zijn ze Spaans? Ik heb er niks tegen, maar ik vind het wel, wel grappig. Waar is de salsa, jongens? Waar is de salsa? Blijven ze heel van me af met je zweet achter rug. Oh my god. Dit gaat niet goed. Zo. Oh, helemaal. Oh jeetje, ze slaan me helemaal in elkaar. Je vraagt erom. Ja, nu ben ik er helemaal klaar mee. Zo. Nee, 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 nee. Dat is niet de bedoeling, hè, jongen. No. Oh. Zo, auw, in je neus. Oh, hij bloedt. Hij bloedt. Oh, lekker je eigen bloed smeren op je mooie, vieze, lelijke, gore shirt. Oh my god. Oké, nu sla ik hem helemaal in elkaar. Kom op, amigo. Eeuw, gadver, we gaan worstelen in het... Worstelen in het modder. Oh jeetje jongens, dit is echt niet goed hoor. Jeetje. Mijn beurt. In deze partij. Wat? Idiota's? Je bent zelf een idioot. We waren wel aan het vechten. Ja, we zitten in... Ik heb echt geen idee wat ze zitten te lullen. Maar we zitten dus in de cel. Jongens, ik ga hier de aflevering weer stoppen voor deze keer. Dus het was een lange aflevering. Een normale aflevering zullen tussen de 15 à 18 minuutjes zitten. Dus maar vandaag even een special. En om de 5 afleveringen kan ik het misschien langer doen. We kijken hoe we het gaan doen, jongens. In ieder geval, als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je het leuk vond, doe het even nog steeds. Deel het met je vrienden of met je vriendinnen. Die je misschien mee samen kan kijken als je dat heel erg leuk vindt. En dan, bedankt voor het kijken. Jongens, tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van Uncharted 4, A Thief's End, in het Nederlands. Bedankt voor het kijken en bye bye.